Het Leiden Bioscience Park maakt een flinke ontwikkeling door. Er moet ook een groene zone door het gebied komen voor fietsers en voetgangers. We willen heel graag dat dat gebied. Uh, ook nog meer zich ontwikkelt naar echt een campus. En uh, we gaan straks ook de infrastructuur in het gebied, dus de wegen uh, aanpakken. Uh, we gaan een, een hardlijn, ook op, letterlijk een hardlijn voor het gebied. Uh, dat betekent eigenlijk een mooie groene zone voor voetgangers en fietsers. Uh, eigenlijk van de kant van het station. Dus waar je als het ware het station uitkomt, helemaal tot aan de A44. En de gemeente wil die zogeheten hardlijn ook letterlijk verbeelden. En daarvoor is er een ideeënwedstrijd georganiseerd... Nou, dan kun je denken aan uh, ideeën met verlichting of met misschien beelden. Hè, dus met kunst in de openbare ruimte. Maar je kunt ook denken aan uh, bijvoorbeeld teksten, muurgedichten, dat soort zaken. Uh, het kan misschien uh, allerlei duurzaamheidsoplossingen, uh, waterberging. Uh, je kan eigenlijk, we willen eigenlijk niet, geen beperkingen opleggen voor het idee. Um, en we willen gewoon eigenlijk zoveel mogelijk creativiteit prikkelen en goede ideeën ophalen voor het gebied. De beste ideeën winnen ook nog eens een prijs. Ja, het is een serieuze wedstrijd en dat betekent ook serieuze prijzen. Uh, dus voor de beste drie ideeën hebben we ook geldprijzen voor 2, 3 en 5000 euro beschikbaar gesteld. En wie gaat het idee uiteindelijk uitvoeren? Ja, dat zal moeten blijken uiteindelijk. Uh, uh, het is losgekoppeld van uh, degene die het idee heeft. Uh, we gaan, zoals ik al zei, ook een besluit nemen om dat gebied goed in te richten. En daar nemen we het idee in mee en dan gaan we ook kijken hoe we het kunnen realiseren. Meedoen kan tot 17 januari via de website van de gemeente Leiden.